Het door Stefano Keizers gepresenteerde Ik Ga Stuk, waarin Soendos El Ahmadi een van de juryleden is, blijkt een enorme televisieflop. De eerste aflevering van het programma waarin nieuw comedietalent wordt gezocht, kwam gisteravond rond 9 uur niet verder dan 146.000 kijkers, 3% marktaandeel, op NPO 3. Zonde, vindt Soendos het ongetwijfeld. Zij wees eerder op het enorme belang van dit programma, door corona is de natuurlijke doorstroom in stand-up gewoon kapot. Daarom is dit programma ook belangrijk, gun talenten dat podium. Terecht, vindt Angela de Jong. De opiniediva van het AD vindt dit echt heel slechte tv. Het is echt een prestatie dat BNNVARA zoveel beginnende cabaretiers in een programma heeft weten te verzamelen die nog minder grappig zijn dan jurylid Soendos El Ahmadi, sneert ze in haar column. Soendos heeft volgens Angela geen humor. Zij was de enige die keihard moest lachen om de grappenmakers op het podium, waar precies om weet ik nog steeds niet. De programma's voor en na Ik Ga Stuk, de dramaserie Sihame en de Tim Hofman Show Pak de Macht, deden het met 116.000, 3% en 230.000 kijkers, 6% ook niet echt lekker. TV-kenner Tina Nijkamp wijt het aan slechte marketing, heb nul promo's gezien, dus echt geen enkele op NPO 1 of rondom De Slimste Mens. Chantal Jansen was gisteren met haar herhaling van Beat the Champions de grote winnaar op primetime. Zij wist 900.000 kijkers, 21%, te bekoren op RTL 4. Direct erna trok de Caroline Tense Show een tegen 50 nog 848.000 kijkers, 21%. Daarna volgt NPO 1 met de kick-off van de Musical Awards bij de Uitmarkt, goed voor 885.000 kijkers, 21%, en het daaraan voorafgaand uitgezonden Anita Witsier programma Festival van de Liefde, dat 639.000 kijkers, 16%, trok. We'll be right back.